Remco, wij werken natuurlijk al langere tijd samen, maar wat ik niet weet is hoe Lux eigenlijk is ontstaan. Wij waren al bekend in de markt vanuit EasyDrain, douchegoot. En om die hoedanigheid kwamen wij bij veel klanten in het land, veel retailers in het land. En veel retailers vroegen ons ook, kun je ook andere dingen voor ons maken? En het begon eigenlijk met een hele simpele ontwikkeling als een niche die je in een douche kunt plaatsen waarbij je shampootje kwijt kon. Of een toiletrol. Iedereen kent wel die rollen die boven op dat muurtje staan. We hebben eigenlijk een simpele oplossing voor bedacht door al die rollen lekker in die muur weg te werken. Er is voldoende ruimte naast het reservoir. Dat zijn allemaal zaken waar we in eerste instantie met Lux mee begonnen zijn. Maar jij zegt we zijn anders dan standaard. Waar uitzicht dat dan in? Een meubel met twee laden eronder, daar zijn zoveel leveranciers van. We hebben gezegd we trekken dat meubel uit elkaar. We maken er een leuk speels meubel van met boxjes en niches. En allerlei kleine, noem het even tierenlantijnen die je kunt toepassen om die badkamer een beetje leuker te maken. Ik zie echt eiken. Moet ik me dan zorgen gaan maken over vocht? Nee, ik zal me er geen zorgen over maken. Al onze meubelen zijn voorzien van een laklaag en behouden de structuur van het hout zoals het in de natuur ook is. Ik zie hier natuurlijk ook nu een standaard meubel, maar ik weet ook dat jullie maatwerkmeubilair hebben. Taxi, kom. Ja. Kijk Jeroen, je vroeg om maatwerk. Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe wij maatwerk produceren. Dat ziet er goed uit, Remco. Een meubel van ruim 2 meter lang. Die we in een andere kleurstelling gemaakt hebben als onze standaard kleurstelling. Maar dan aangevuld met ook een plateau in dezelfde stijl. De badplank hebben we aangepast naar een maatwerk badplank. Omdat het weer een andere kleur heeft dan de standaard badplank. En natuurlijk de shelfjes waar wat leuke spulletjes op kunnen. Ja, om het gewoon wat sfeervoller te maken in de hele badkamer. Nou, wel gaaf dat jullie al die accessoires ook mee ontwerpen. Door al het hout voelt het lang niet meer als een klinische badkamer. Maar heeft het echt het huiskamergevoel. Maar jullie zijn natuurlijk echt een oer-Hollands bedrijf. Jullie zitten in Deventer. In principe kun je ons vinden bij iedere sanitair specialist in Nederland. Dan wil je 1 stap verder en wil je naar Lux TaylorMade. Dan zul je even de store locator moeten kijken op de website.